Yes mensen, supergoed dat jullie kijken naar deze goed nieuwe video op het ECV Insta en YouTube kanaal. Vandaag weer een nieuwe vlog vanuit het Nova Hotel in Den Haag. Vandaag gaan we jullie weer wat leuke dingen laten zien. Dus veel kijkplezier. Mentaal fit zijn. Wat kan jij zelf nog meer doen? Happfit met ECV eSports. Wekelijks verzorgen wij online interactieve sportsessies. FIFA 21 is net uit, dus iedereen maakt veel uren. Zit er lekker. Vandaag zijn we met Sam live. Sam doet namelijk met ECV ook mee. Nou, zit te kijken en je denkt: hey. Oké, jongens, we zijn momenteel bezig met een FIFA-toernooi onderling. Met z'n allen, gewoon allemaal tegen elkaar. Ik ga nu spelen tegen Jesse. De eerste pot is al gespeeld, het is een best of 2. 4-2 verloren helaas. Daar zit Jesse, de grote winnaar van de eerste pot. Dus hier zit de baas, Sidney Lehman, te kijken naar de FNCS semifinals, hè? Ja, Gianni samen met Mepsi net aangekondigd. Mepsi net aangekondigd bij ECV. En natuurlijk... onze grote ster, Boas. Het fenomeen. Dus ze hebben het zwaar. Ja, inderdaad. Maar zit eens lekker dus dit aan te kijken. Momenteel hebben ze 48 punten na 6 games. Ja, volgens mij wel, ja. We hebben nog een uur te gaan. We moeten even gewoon nog een knallen, maar dat gaat helemaal goed komen. Iedereen is lekker bezig. Ik ga nu ook weer een game spelen tegen Jesse. Oké, de wedstrijd tussen mij en Jesse is klaar. Helaas, we verliezen met 3 tegen 1. Best of 2, allebei dus de potten verloren, helaas. Maar nu moeten we tegen de enige echte. Sabi! Dit wordt spannend! ECV Gokan. ECV Gokan met de Lemon! De enige. Wie gaat er winnen? De Pino! De zwaargewicht tegen de lichtgewicht! Pino! De beste trainer die je kan hebben, vriend! Oké, jongens, we gaan een potje spelen. Best of 2, ik dacht Gokan. Wat Joes? Lekker man. Ja? Ja toch. Volgens mij zit je er wel lekker in. Ja, ik begon gisteren wel een stuk minder, maar vandaag heb ik denk ik bijna alles gewonnen. Behalve dan van Luca, maar dat kan denk ik ook wel. Is geen schande? Nee, zeker niet. Lekker man. Ja toch? Gaat hij eens? Ja, prima. Als je dat kan... Twee keer gewonnen en nu van Greenock verloren, maar nog één pot. Dan krijg je twee spitsen voor. Gaat aardig. Hoe vind je het zo? Ja, ik vind het wel lachen. Ik ben er pas net natuurlijk, maar het is zeker gezellig. Gewoon lekker grinden en je ziet gelijk dat je stappen maakt. Dus dat is echt heel goed. Ik heb een middenvelder erbij. Lekker man. Top. Welkom. Yes, dankjewel. Ik vind dat je met 4-2 sneller van... Waarom staat er stilte op de kamer? Stilte? Dat was voor 7. Fritta. Ja. Hoe is het jongen? Goed, ik heb net 2-0 gewonnen, dus dat is altijd goed. Hij pakt hem gewoon. Ik heb bijna de focus. Ja. Oké, jongens, we zijn nu met... Ratata confetti! Oké, jongens. Wat heen, die Rashid, jongen. Dat we één keer halen nu. Dit moet je allemaal uitknippen. Nee. Oké, we zijn hier met FC Haasus. Met Daniel, jongen. Oké. Maar Haasus, dit is een van de mensen naast Sydney en Jim. Achter het management. Haasus, wat vind je tot nu toe van de bootcamp week? Ik vind het een hele leuke week. Ik vind het gezellig. Ik vind het... je kan veel leren. Het is gewoon leuk. Gezellige boel. Gezellige boel. Dus dat gaan we even nog aan jullie laten zien waarom het een gezellige boel is. En we gaan gewoon een beetje nog. Ik ga nog een beetje langs de mensen lopen. En dat zien jullie zo. Tweede keer. Hey, ik ben net filmen, gast. Wat ga ik vragen? Gianluca Schilder. Stel een vraag. Oké, we zijn hier jongens, we zijn hier weer met Luca Schilder. Gisteren de vlog overgenomen en nu weer gewoon in beeld. Omdat hij gewoon zo goed bezig is. Luca, we hebben net het vraag gesteld aan Haas. Ja, dat is natuurlijk niet best. Dan gaan we even opnieuw. Dat lijkt u. Serieus? Godverdomme jongen, net aan het filmen jongen. Ik vind het top.
bevalt. We spelen goed. Wat is nou, eruit, hè? De goat, jongens. Lekker aan het grinden. Dat is de goat. Hou het alleen maar even scheren, we gaan even doorlopen. Nou, doe je en we gaan kijken bij Dennis. Dennis de Menace is vandaag gekomen. Zit nu in een hele spannende pot. 4-4, 89e minuut. Dat is aangelaten. Hij speelt tegen Greenhopper, die hier naast zit. Dus dat is een hele spannende pot. En ja man, we gaan lekker jongens. Het is gezellig. We grinden. Even de laatste avond mee pakken. En iedereen gaat lekker. Joas met de coaching sessie. Nee, ik heb het over jou dat je moet filmen. Je hoeft niet te filmen, Sam. Zeg even, niet Oké, ik vraag je nog een keer. Oké, Greenhopper, je hebt met 4-4 gespeeld tegen Dennis de Menace. Nee, ik heb 6-5 gewonnen. Ja. 6-5? Wat dan? Oké, Mark, je hebt net 6-5 gewonnen van Dennis de Menace. Wat vinden we er nou van allemaal? Gaat het een beetje lekker, begin FIFA? Of? Ja, ik ben prima begonnen. Prima begin. Maar dit zijn gewoon hoeveel potjes waar je dingen moet uittesten. Ja. En dat doe ik ook en in Rivals, ja. Gaat gewoon lekker. Gaat gewoon prima. Lekker. Mark, yes, jongens, super bedankt allemaal voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Doe nog even een duimpje omhoog. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Tot morgen!